Goedendag Maastricht, mijn naam is Roel Pijs van de band Rapgy. En ik ben vandaag op bezoek bij Theater aan het Friedhof. Want hij vindt vanavond, of vandaag, plaats de seniorenpresentatie De Derde Lente. En we gaan eens even kijken wat dat inhield. Ja, wat kom je eigenlijk doen? Nou, ik huur nu dat De Derde Lente. Hè? En dat heb ik nu gelezen. Ja. Nou, ik vind het leuk om het zo te noemen. Want dat vergrijzen, dat vind ik zo'n akelig woord. Mm-hmm. Trouwens, dat senioren ook niet, hè. Dus ik vind het wel leuk. En ik, de voorzitter, die is van de Maastrichtse Vrouwenraad. En daar ben ik jaren ook in geweest. Ik heb nu afzien moeten nemen. Kijk eens aan. Mijn leeftijd. Mm-hmm. En ik heb altijd gestreed voor die vrouwen. En een beetje... En nu wil ik strijden voor de senioren. Omdat ik vind eigenlijk dat die niet in het vergeetboek mogen komen. Ja. Zeker, zeker. Nou ja, goed, je gaat nog lekker amuseren hier binnen, denk ik. Je hebt van alles gezien, dus veel plezier. Meneer, je staat hij schoen in het pak voor de deur en je doet dat hartstikke goed. Wat is hij binnen eigenlijk te doen? Hij is De Derde Lente en dat is de nieuwe naam voor de seniorpresentatie. Die wordt al sinds 24 jaar in de streek om de 2 jaar georganiseerd. Is een verschillende nieuw bestuur gekomen. En die hebben we nog te naam veranderd in De Derde Lente. De Derde Lente. Ja. 24 jaar. Over 24 jaar ben ik zelf een senior. Dus misschien kan ik dan ook een keer komen loeren. Wat is hij binnen allemaal te doen naar nu? Als hij nu binnenstapt bijvoorbeeld? Als je nu binnenstapt, zal je in het moedershow terechtkomen. De wet hebben we heel al gepraat. En dan zal je in de moedershow terechtkomen. En daarna zal het woonprogramma de hele middag door speciaal gericht op de ouderen van Maastricht, ofwel de Derde Lente van Maastricht. Goed, ik ben heel benieuwd. Laat voor even een kijkje. Dank je wel. Die kruimpjes die ga je allemaal zien, hè? Hier zo aan een tuifeltje en daar zo. Wat kunnen jullie eigenlijk precies vragen? Want ik zie van alles geld, ik kon een kleine braderie hier binnen. Stel dat je bent een senior, ik kom hier binnen, gewoon lekker naar je modeshow loeren en daarna in de pauze of zo gaat, kom ik eens even kijken bij die kruimpjes. Wat kan ik daar allemaal doen? Wat kan ik hier bijvoorbeeld doen? Ja, er staan allemaal stands overal. Er staat van Veilig Verkeer Nederland, uh-huh. Of van de gemeente, of van City Gym. We kennen dus hij de bloeddruk laten testen en nu ben ik nog geen 50 en nog geen 50 plus, maar ik heb het wel heel druk, dus ik ben heel benieuwd of ik dan gaat kunnen huren, wat mij, ja, kan helpen. Dus hoe ouder we worden, hoe hoger ons vetpercentage mag zijn. Dus stel nou voor dat jij nou een jaartje of 30 ouder zou zijn. Oh jee. Ik schat je als een hele jonge kerel in. Nou, dan kun je eigenlijk veronderstellen dat die 20% zelfs nog laag zou zijn te noemen. Oké. Okay. Dus vandaar, dus er is ook een correlatie met de leeftijd. Een groot verschil. Stijl en dergelijke. Oké, okay, dankjewel. Niks te danken. Ja. Dames en heren, dit wordt aan De Derde Lente van dit jaar. Ik vond het super interessant en dit is een fijne manier om uit te worden. Genoeg alternatieven, ik heb veel gezien. Met een modeshow, genoeg stands met alternatieven. Ik zou zeggen, vond je alweer.